Er is de afgelopen jaren veel discussie over de daling van de rentestand. Veel mensen denken dat dat het gevolg is van het beleid van de ECB. Dat is onjuist. Het heeft te maken met de introductie van de pil rond 1970 en de sterke daling van de vruchtbaarheidscijfers die daarvan het gevolg was. Er is de afgelopen jaren veel discussie geweest over de daling van de rentestand. Veel mensen denken dat dat het gevolg is van het monetair beleid van de ECB. Dat is onjuist. De daling van de rente is een veel langer lopend fenomeen. Hier zie je een plaatje van de ontwikkeling van de rentestand vanaf 1980. Als je nou een beetje de korte termijn fluctuaties als het gevolg van de conjunctuurcyclus buiten beeld laat en je focus je op die langjarige gemiddelde zwarte lijnen in de figuur, dan zie je dat die rente eigenlijk vanaf 1980 constant aan het dalen is. Dat kan dus nooit het gevolg zijn louter van het ECB-beleid van de afgelopen 5 jaar. Wat is dan wel de oorzaak van dat beleid? In dit plaatje zie je de demografische structuur, de bevolkingsopbouw van de 4 grootste economieën in de wereld. China, Japan, Amerika en Duitsland. Laten we ons nou even concentreren op de opbouw van Duitsland. Je ziet een heel groot cohort geboren vlak voor 1970. Dat cohort is nog van voor de pil. In 1970 wordt dan de pil geïntroduceerd en je ziet dat de vruchtbaarheidscijfers onmiddellijk met 30% dalen. Nog eens een keer 25 jaar later komt dan het eerste cohort moeders op de vruchtbaarheidsmarkt, dat 30% kleiner is en dus daalt de geboortecijfer nog een keer 30%. Een cohort geboren voor 1970 is dus 2 keer zo groot als een cohort dat geboren is na 1995. Die demografische onbalans heeft enorme gevolgen voor de kapitaalmarkt. Om dat te begrijpen heb ik hier een plaatje van de levenscyclushypothese van Milton Friedman. Je ziet dat mensen in het begin van hun leven op school zitten en dus niet werken en geld uitgeven. Ze moeten tenslotte leven en dus eigenlijk een schuld opbouwen bij hun ouders of bij de overheid. Vanaf hun 20ste gaan mensen dan werken. Ze moeten eerst die schuld aflossen. Rond het 35ste levensjaar begint dan geleidelijk het sparen voor het pensioen. En je ziet hoe mensen een steeds grotere spaarpot opbouwen. En die spaarpot is maximaal gevuld op het moment dat mensen met pensioen gaan. Zeg maar op je 65ste. En vanaf dat moment beginnen mensen die spaarpot op te eten. Tijdens hun pensioenperiode. Die groene pijl hier geeft aan dat juist die mensen, de mensen met schulden, op dit moment dat er relatief weinig van zijn. En de rode pijl geeft de levensfase van de grote cohorten aan die geboren zijn vlak voor 1970. Ze hebben een enorme spaarpot en zijn die spaarpot nog steeds aan het vullen. Als ze straks over 10, 15 jaar met pensioen gaan, dan gaan ze die pas opeten. En de kapitaalmarkt is net als iedere markt, een markt met vraag en aanbod. En als er veel aanbod van besparing is en weinig vraag, dan is noodgedwongen de rentestand laag. Een prijs, zoals op iedere markt, brengt vraag en aanbod in evenwicht. Hier zie je een plaatje als je dat model van Friedman gebruikt om uit te rekenen wat de gevolgen van dat patroon zijn voor de ontwikkeling van de rentestand. Dan krijg je deze uitkomsten. Vanaf 1970 loopt die rente eerst nog wat op, omdat de grote cohorten dan nog niet aan het werk zijn. Maar vanaf 1970 zie je dat die mensen geleidelijk aan het werk gaan en veel output produceren. Veel produceren en er eigenlijk nog relatief weinig vraag is. Je ziet dat die rentestand daardoor enorm daalt. En dat gaat door, die grote cohorten blijven sparen, totdat ze met pensioen gaan, zeg maar, tussen 2030 en 2040. En tot dat moment blijft die rente dalen. En daarna zie je de rente weer oplopen, omdat die grote spaarpotten geleidelijk aan leeggegeten worden door de mensen die ze gespaard hebben voor hun pensioen. We hebben dit verhaal al een keer eerder gezien, in Japan. In dit plaatje vergelijk ik nog een keer de bevolkingsopbouw van Japan en Duitsland. En je ziet dat de grote cohorten in Duitsland 15 jaar achterlopen op de grote cohorten in Japan. Japan had zijn bevolkingsgolf, zijn grote cohorten, direct na de oorlog. Het gevolg is dat de economische geschiedenis van Japan als het ware 15 jaar voorloopt op de economische geschiedenis van Duitsland. En alles wat zich de afgelopen 15 jaar in Japan heeft voorgedaan, met enige overdrijving,
zal zich de komende 15 jaar in Europa voordoen. De rente zal dus nog 15 jaar laag blijven. Levensverzekeringsmaatschappijen in Japan hebben het heel moeilijk gehad. Hun klanten gaven hun grote bedragen om te sparen voor hun pensioen. En die levensverzekeringsmaatschappijen wisten eigenlijk niet waar ze dat geld in moesten beleggen. Dat zal ook in Europa gaan gebeuren. En Japan heeft een sterk oplopende overheidsschuld gehad. Niemand wilde die besparingen uitgeven. En dus moest de overheid het doen. Het gevolg is dat daarmee de schuld van Japan enorm is opgelopen. Iets soortgelijks zal ook in Europa de komende jaren gaan gebeuren. Samenvattend. De lage rentestand die we op dit moment waarnemen is niet het gevolg van het ECB-beleid. Dat ECB-beleid is pas de afgelopen 5 jaar gevoerd. De achterliggende oorzaak ligt veel dieper. Bij de introductie van de pil en de demografische onbalans die daarvan het gevolg is.